200 studenten en docenten van het NATIN worden getraind in Science, Technology, Engineering en Mathematics, STEM. Het project wordt uitgevoerd binnen het Jumpstart Shell MetaSkills Program dat vandaag is gelanceerd door het NATIN. Studenten van de studierichtingen ICT, Infrastructuur, Audiovisuele Producten en Procestechniek zullen deelnemen aan dit programma. De vaardigheden die ze bijleren moeten ervoor zorgen dat wanneer zij na het NATIN in het beroepenveld terechtkomen, zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om baanbrekend en op een vernieuwde manier werk te verrichten binnen hun vakgebied. Brian Tukimin, algemeen coördinator van het NATIN, haalde aan dat er nu docenten worden getraind, zodat de studenten dit traject succesvol kunnen doorlopen. De doelstellingen van dit programma passen helemaal binnen de visie van het NATIN. Omdat op het NATIN geleid voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstsector en de overheid van ons land. Daarom is het beleid binnen het NATIN erop gericht dat er continu wordt gewerkt aan het vergroten van het opleidingenaanbod en het vernieuwen van de huidige opleidingen, dit tegen de achtergrond dat studenten moeten afstuderen met de nodige skills om in de snel veranderde technologische wereld aansluiting te kunnen blijven hebben. Het Jumpstart MetaSkills programma wordt gefinancierd door Shell Suriname BV. Shell Country Chairman Andrew Hepburn zegt dat de maatschappij erin gelooft dat het antwoord op de uitdagingen van de toekomst in de jeugd van nu zit. Daarom zet Shell zich volledig in om de volgende generatie van wetenschappers, ingenieurs en vernieuwers te inspireren. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is ingenomen met dit project, omdat de ontwikkeling van een land gestoeld is op productie en innovatie. And we believe that STEM is really a fundamental building block of innovation. In 2021 alone, about 60,000 students across 20 countries participated in some of our STEM programs. We're very pleased to be partnering with NATIN, Suriname's premier technical vocational education and training establishment, TVET, to bring this exciting program to Suriname. Ik wil aangeven dat STEM wereldwijd, maar zeker in het Caribisch gebied, waarbij STEM altijd naar voren kwam als een heel kritieke issue voor de ontwikkeling van het Caribisch gebied. Maar er was altijd enige somberheid, omdat het bleek dat studenten die focusden op STEM of in de STEM-gerelateerde richtingen gingen, aan het afnemen was in de regio. Dus daarom ben ik ook blij met dit programma, omdat hierdoor toch wel NATIN studenten gestimuleerd worden in die richting, de nodige skills krijgen om wel verder iets hiermee te doen. Minister Stephen McAndrew drukte de studenten op het hart dat dit een unieke kans is om kennis en vaardigheden op te doen, om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.